We staan hier in een pand in Culemborg uit 1891, in eclectische stijl. Een rijksmonument, zowel van binnen als buiten. En we hebben dit pand volledig mogen opknappen in een zeer korte tijd. Ik had het hoofdaannemerschap. Dat betekent dat ik alle disciplines van de renovatie heb aangestuurd van begin tot eind. En onze werkzaamheden is natuurlijk het onderhoudsschilderwerk, maar ook dat we marmerimitaties in de gang hebben aangebracht. Maar ook boven de schouwen hebben we wat historiserend werk gedaan, zodat de ene kamer bij de andere kamer past. We hebben een schouw ook helemaal in de zwarte marmer gezet en dat is ook heel bijzonder. We hebben rijksmonumentale plafonds, eigenlijk alle scheuren gerestaureerd en geretoucheerd. Soms een schabloontje hersteld. We hebben monumentenbeglazing aangebracht. Vooral ook met heel veel mooie togen. Heel fragiel werk, waarbij je ook de sponningen moest verbreden en verdiepen. Ja, en heel veel kleuradvies. En er was ruimte voor creatieve ideeën. En al die creatieve ideeën van ons en van de eigenaren hebben ertoe geleid dat een unisono wit RAL 9001 pand van 30 jaar geleden, compleet gedateerd, is geworden wat het nu is. Dit project zou de Nationale Schildersvakprijs kunnen verdienen of mogen verdienen, omdat het heel bijzonder is dat een schilder die normaal sluitpost in een begroting is van een aannemer, hier aan het begintraject staat, alle lijnen uitzet, alle creatieve ideeën met meneer en mevrouw heeft doorgenomen, budgetten bepaald, offertes besproken en dit alles heeft geresulteerd in dit prachtige project.